Vandaag gaan we kijken naar de getallen 15, 30 en 60. 15. Als ik een som daarbij wil zoeken, kan ik bijvoorbeeld 10 plus 5 doen. Dat is hetzelfde als 15 splitsen in 10 en 5. Ik kan dat ook omdraaien, dat is hetzelfde, 5 plus 10. Als ik het in 3 moet splitsen, in 3 gelijke delen, dan kan ik 5 plus 5 plus 5 doen. 15 kan ik in 3 gelijke delen verdelen als in elk deel 5 zit. Dus 3 maal 5. Het dubbele van 15, dat wil zeggen dat ik 15 nog eens neem. Dus 15 plus 15 is hetzelfde als 2 maal 15. Dan komen we aan 30. We gaan eens kijken naar 30. 30. Als ik daar een som bij moet bedenken, kan ik bijvoorbeeld 20 plus 10 doen. Of ik kan 30 splitsen in 20 en 10. Als ik het in 2 gelijke delen moet doen, dan is het 15 plus 15. 30 in 2 gelijke delen hakken is dus de helft. De helft van 30 is 15. Moet ik dat in 3 gelijke delen doen, dan is het 10. 10 plus 10 plus 10 is 30. Of 3 keer 10 is 30. Het dubbel van 30, dat wil zeggen 30 plus 30, want ik neem 30 nog een keer. Ik kan ook 2 maal 30 schrijven. Dan heb ik 60. Dan gaan we eens naar 60 kijken. Dan gaan we naar 60. Als ik 60 wil splitsen, kan ik bijvoorbeeld kiezen voor 40 en 20. Je kan ook iets anders kiezen, bijvoorbeeld 50 en 10, 10 en 50, zoals je zelf wil. Als ik het in 2 gelijke delen moet doen, dan is het 30. Want als ik 60 in 2 hak, dan zit er in elk deeltje 30. De helft van 60 is dus 30. Moet ik het in 3 gelijke delen doen, dan is het 20. 20 plus 20 plus 20 is 60. Of om het korter te maken, 3 maal 20 is 60. De helft van 60, dat weten jullie al, dat is 60 in 2 gelijke stukjes hakken. Of je kan dat ook schrijven als 60 gedeeld door 2. En dat is 30. We gaan eens kijken op het 100-veld. We vullen eerst 15 in. Voor 15 komt 14. Na 15 komt 16. 15 staat dus tussen 14 en 16. Het tiental dat voor 15 komt, is 10. En het tiental dat na 15 komt, is 20. 15 staat dus tussen de tientallen 10 en 20. Als ik 10 bij 15 tel, dan moet ik eentje naar beneden gaan in mijn 100-veld. Ik doe dus plus 10, dan heb ik 25. Doe ik min 10 en ga ik eentje naar boven in het 100-veld, dan heb ik 5. Dan het getal 30. 30 komt tussen de tientallen 20 en 40. 60 komt tussen de tientallen 50 en 70. We gaan oefeningen maken in ons boek, target 5, pagina 10. Je hebt natuurlijk ook een potlood nodig en misschien een gom. Heb je jouw boek en potlood nog niet voor je liggen? Ga het dan halen en pauzeer de video. Heb je je spullen, dan kan je opnieuw de video starten. En zo ben je mee. Voor de eerste oefening ga je moeten luisteren. Ik ga jullie dicteren. En jullie zoeken waar je het getalletje moet schrijven. Let op, kijk eerst goed naar de getallenlijn. Hoe is die verdeeld?
Niet elk streepje zal plus 1 zijn. Je gaat goed moeten kijken hoeveel streepjes er zijn. Tellen ze per 5, tellen ze per 10 of nog anders. Kijk eerst goed, pauzeer eventueel de video als je eens wil zoeken en luister dan naar wat ik zeg. Je gaat 3 getallen moeten invullen. Het eerste getal. Net voor 16 staat. Dus het getalletje dat voor 16 komt, dat vul jij in op deze getallenlijn. Het volgende getalletje. Een tiental meer dan 50 is. Een tiental meer, dat wil dus zeggen 50 plus 10. Jij vult de uitkomst in op de getallenlijn. En het laatste getal dat we zoeken is het dubbel van 15. Dubbel, weet je nog, is nog eens 15 nemen. Als je klaar bent, mag je naar de volgende oefening. Wil je het nog eens horen, dan ga je in de video een beetje moeten terugspoelen. Bij de volgende oefening ga je die getallen in gelijke delen moeten splitsen. Gelijke delen wil dus zeggen evenveel. Als 30 verdeeld wordt over 3 kinderen, dan moeten alle 3 de kinderen evenveel snoepen krijgen. De volgende oefening. We hebben daar 3 locomotieven. De locomotief 15, 30 en 60. Jullie moeten de juiste wagonnetjes zoeken. De trein van 15 is oranje. Jij zoekt nu welke wagonnetjes 15 maken. En die kleur jij ook oranje. De trein van 30, die is paars. Jij zoekt de wagonnetjes die ook 30 maken. En die kleur je dan paars. En hetzelfde doe je voor 60. Die kleur je blauw. Heb je geen kleurtjes, dan zet je gewoon een lijntje. De oefening met de ballon. Opnieuw met kleurtjes. 15 is geel, 30 blauw en 60 rood. We gaan de eerste eens samen proberen. 1 tiental en 5 eenheden. Ja, dat is 15. Dat kadertje kleur je dus geel. De andere ga je zelf doen. Opnieuw heb je geen kleurtjes, dat is geen probleem. Trek dan een lijntje van het kadertje naar de juiste ballon. Veel succes!